Leuk dat je weer kijkt bij een nieuwe serie. In deze serie neem ik jullie mee op mijn werkplek op de kinderboerderij. Zowel taakverdeling als schoonmaken. Met de dieren knuffelen. Ik laat gewoon alles zien. En ik ben benieuwd hoe jullie het gaan vinden. Wij zijn hier binnen. Hier houden we al de pauze. Hier en daar. En hier hebben we leuke dieren. Vogels, kwartels, kippen. En daar de dieren. En hier de cavia's, maar als je, dan moet je goed kijken, want we verstoppen altijd. Hier zit er een. En daar zit er een. Of een paar. En dan is dit mijn persoonlijke plek, want hier schilder ik, zoals je ziet, de ezel. En de schilderdoeken. Ik ga er zo even doorheen met een sopje, want het moet natuurlijk schoon worden, van die ongedierte hier. Na een lange tijd ben ik weer bezig met het schoonmaken van de kippenhok. En de andere zitten zeg maar aan de andere kant. Hier zo, maar die is nou even dicht. Wij zitten nu in mijn nieuwe kippenhok. En die is wel heel groot. Ik laat de rondleiding zien. Dit is waar ik kippen ga slapen. In elk hokje kan de kippen een ei leggen. Als je kippen naar buiten gaat, gaat het van deze bok, deze gang naar buiten. En ik zal laten zien hoeveel kippen wij hebben. Buiten aan het genieten. Oh, daar is het nou aan. En dan ook een kleine kip. De kleine kip van de kinderboerderij. Of een haan. Dit is een roosje kip. Of een haan. En en van de week heb ik hier buiten gewerkt. Van allemaal een schroefleun doen. En dat was niet gelukt. En nou heb ik een extra zand gedaan, zodat de kippen kan een beetje spelen, dan en heren. Laten we naar binnen gaan. Natuurlijk even de poort sluiten. Zo groot is het best wel. En deze vind ik best eng. Maar goed. Hij komt heel bedreigd over. Oh, die kleine lijkt me wel leuk. En jij? Wat wil jij? Deze zijn een beetje schuw. We zijn nu beland aan de achterkant. We worden heel goed gevolgd hoor, Mickey. Kom, laten we kijken even naar binnen. Ik moet natuurlijk wel even de poort sluiten. Maar hier zijn ze weg. Hier hebben we de duiven. En hebben we hier nog. Kom eens. En dan hier de kip. Ja. Alleen die is een beetje gegeten op de achterkant door de andere kippen. Dus vandaar dat je dit ziet. Let op wat deze kan. Hè. Oh. Kip op een stokje. Kom hier op staan. Of durf ik dat niet? Wel hè? Dat is leuk. Ja.
Mm-hmm.